Ik zag jullie video over hoogfunctionerende depressie en ik herken me daarin. Kan je daarmee over vertellen? Ik heb een goede baan, ik heb geen financiële stress, ik heb een gezin en ik heb een, een prima baan. Maar toch, en dat stukje toch, dan kom je eigenlijk bij toch weer het stukje depressie. Hè? Dus alles lijkt van de buitenkant goed. Maar van binnen, intern, dan is er toch somberte en leegte. Wat eigenlijk al heel lang ja, gewoon sluimerend aanwezig is. Dus wat je dus heel vaak ziet, is dat die mensen, die kunnen gewoon jarenlang in deze situatie zitten. Want je herkent het niet, want alles gaat wel al goed, ik heb toch alles. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we je meenemen achter de spreekkamerdeur en je voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts, en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gesteld gekregen en die luidt als volgt. Ik zag jullie video over hoogfunctionerende depressie en ik herken me daarin. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat kunnen we zeker. Ja, ja want het is, het is een hoogfunctionerende depressie is anders dan een gewone depressie, om het even zo te noemen. Wat is, uh, wat is het verschil? Ja, dus even voor een korte recap. Kijk, een normale depressie, dat is eigenlijk hè, het gevoel van dat je eigenlijk minimaal de helft van de tijd al even grofweg, dat je somber bent. En dat je eigenlijk heel weinig plezier haalt uit de dingen die je doet. Dat gaat ook vaak gepaard met dat je weinig motivatie hebt om dingen te gaan doen. Dus dat is echt de kern van een normale depressie. Dus echt heel erg veel somberheid en dus ook verminderd ja, interesse en plezier. En bij een reguliere, traditionele depressie gaat dat ook heel vaak gepaard met andere klachten en symptomen. Dus dan moet je eigenlijk denken aan. Ja, dat je bijvoorbeeld meer of minder slaapt, dat je eetpatroon verandert, dat je weinig kan concentreren, dat je gewoon veel zelfkritiek hebt, gedachten aan de dood of suicidaliteit. Um, ja, heel veel negativiteit. Zeker. Ja, zeker, zeker. En um, ja, dat is dus eigenlijk gewoon een lijstje met criteria waar je al dan niet aan kan voldoen. Maar in essentie, wat je dus vaak ziet bij mensen met een depressie. Is dat door die somberheid en door die depressieve gedachten, dat mensen zich heel vaak terugtrekken. Dat mensen zich eigenlijk gaan isoleren. Hè? Dat je denkt ze van, hé, hey, um, ik voel me somber, het lukt eigenlijk allemaal niet. De dingen worden zwaarder. Het, wordt eigenlijk veel, het kost veel meer tijd en energie en moeite om de normale dingen gedaan te krijgen. En wat je dan dus ook vaak ziet, dat als gevolg van die zwaarte, en weinig motivatie, weinig plezier, dat mensen steeds minder dingen gaan doen. Ja. En dan kan je je echt voorstellen dat dan eigenlijk de, ja, de drempel wordt steeds lager. En je gaat misschien niet meer naar feestjes toe. Eh, op werk kost het. Oh. Oh, er valt iets van tafel. Ja. <laughs> maar um, je werk kost veel meer moeite. Je begint meer fouten te maken omdat je moeilijk kan concentreren. Um, je trekt je vaker terug. Je komt later je bed uit. En dat zijn allemaal ja, typische kenmerken wat je eigenlijk heel vaak ziet bij een depressie. Je trekt je terug. En je voor je leeft met een partner met een depressie. Dan is de kans ook heel groot dat je dat ziet aan iemand. Je ziet dat iemand zich terugtrekt. Je ziet dat iemand minder engageert in de normale, ja, in werk, in sociale relaties. Ja, het is een soort van inderdaad een negatieve spiraal waar je langzamerhand in slipt. En het groeit er zo langzaam in dat sommige mensen ook zoiets hebben van. Dat hoor ik dan wel eens van partner van. hé. Hey, Inderdaad, er is iets met jou. Als iemand anders het zegt. Dat dan pas de partner ziet. Inderdaad, je doet al een beetje de laatste maanden, jaren ja. een beetje passief. Ik dacht dat dat een beetje was wie jij was. Maar eindstand is dat dus die, die, die zwarte hond, die, die, die ze meedragen, die onzichtbaar is, die hun mee. die telkens weerstand geeft, waardoor ze telkens zich meer gaan terugtrekken. En dat gaat heel slijmerend. Ja, en zeker. dat is dus inderdaad, wat je nu zegt, is de, 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 klassieke, de klassieke depressie. Ja. En dan en dan. Losgenomen, ook depressie heeft een beetje een taboe. Is een beetje, ja, mensen houden niet van de term. Heel veel mensen zeggen ook, ik ben niet depressief, maar zijn het wel, maar ja. willen het niet zo benoemen. Maar we kunnen het, ja, je kan het ook somberheid noemen. Maar wat is dan de hoogfunctionerende variant van een depressie? Ja, de depressie? De hoogfunctionerende variant is in dat opzicht wat verwarrender. Hè? Voor jezelf, maar misschien ook voor een ander. Dus wat denk ik hierbij belangrijk is, is dat we hebben het over een hoogfunctionerende depressie. Dus in die zin, het woord depressie, het beeld depressie, dat is nog steeds iets wat op de voorgrond speelt. Maar bij een hoog functionerende depressie, dan zie je dus eigenlijk dat iedereen alles wel doet wat je van diegene mag verwachten. Dus je gaat nog naar werk, je gaat nog wel naar je feestjes, naar je dingen. Je doet eigenlijk alles van de buitenkant, lijkt het alsof je alles perfect doet. Hè? Misschien, misschien dat je ook wel bij jezelf denkt, zo van, he, huh, maar waarom voel ik me zo somber? Want ik heb alles wat ik mijn hartje begeert. Ik heb een goede baan, ik heb geen financiële stress... ik heb een gezin en ik heb een, een prima baan. Maar toch, en dat stukje toch... dan kom je eigenlijk bij toch weer het stukje depressie. Hè? Dus alles lijkt van de buitenkant goed... maar van binnen, intern... dan is er toch somberte en leegte... wat eigenlijk al heel lang... ja, gewoon sluimerend aanwezig is... Is dat mensen eigenlijk alsnog zich heel lang uh, somber voelen? Dat ze weinig energie halen uit de dingen. Dat ze eigenlijk ook geen goed balans hebben tussen van de dingen die ze leuk vinden en de dingen die als het ware moeten. En dat je daarin dus eigenlijk merkt: van hé, hey, het is alles is zo. Nee. Yeah. Terwijl, objectief gezien, heb ik alles wat mijn hartje begeert. En alles lukt ook. Dus wat je dus ook heel vaak ziet bij een hoog functionerende depressie, ondanks dat er dus intern onderliggend veel somberd is, veel verdriet is, weinig motivatie en weinig zin in de dingen, van de buitenkant gaat alles perfect en goed. Dus wat je dus heel vaak ziet is dat die mensen die kunnen gewoon jarenlang in deze situatie zitten. Want je herkent het niet, want alles gaat toch goed, ik heb toch alles. Is is dan het grote verschil eigenlijk dat een hoog functionerende depressie Zeg maar, nauwelijks zichtbaar is voor de omgeving en een depressie meer. Dus is het een soort van dat de hoogfunctionerende depressie het, een, een soort van bepaalde koping heeft gevonden in het functioneren, door bijvoorbeeld extra hard te werken, extra succes te behalen, en daardoor alles maskeert? En iemand die een depressie heeft dat niet heeft, is dat het verschil een beetje? Of? Ja, dat is wel het belangrijkste verschil inderdaad. Dat het dus eigenlijk van de buitenkant lijkt alles goed te gaan. Maar ja. intern onderliggend eh, heeft het gewoon heel veel met elkaar gemeen, omdat je dus echt ja, die somberte die overheerst ja. en die leegte. En hè, het gaat ook vaak gepaard met een stukje uh, met zelfkritiek, hè? met uh, zelfkritiek het gevoel hebben om te falen. Het gaat vaak gepaard met uh, perfectionisme. Dus onderliggend zijn er veel overeenkomsten, maar van de buitenkant ja. Wat moet je aanpassen? Wat moet je veranderen? Want misschien als je depressief bent, dat je denkt zo van hé, hey, ik ben depressief, maar ik weet dat ik mijn tanden moet poetsen. Ik weet dat ik eigenlijk even naar buiten moet gaan. Of ik weet dat ik um, me weer moet gaan omgeven in de sociale omgeving. Dat weet je allemaal. Maar er is iets, namelijk die depressie, wat jou tegenhoudt om dat te gaan doen. En net zoals dat, hè, als wij allebei nu een maand lang op de bank gaan liggen, dan weten wij ook van hé, hey, is het niet de tijd dat we weer even gaan sporten. Maar He, dus je weet wel vaak wat je moet doen of wat je in ieder geval niet moet doen op het moment dat je depressief bent. Maar dat lukt gewoon niet, omdat die gevoelens gewoon heel sterk zijn en ja, waar moet je beginnen? Ja. Terwijl bij een hoog functionerende depressie, je doet alles al wat je altijd al doet, alleen het werkt niet. Het is dus eigenlijk een soort van mismatch of zo. Dus je doet iets, maar, maar anders, dus eigenlijk mijn, mijn gedachten een beetje en daardoor... Ik, heb zelf niet heel veel, ik, heb, ik, ik herken hoogfunctionerende de, depressieve mensen, want ziekenhuizen zitten er ook aardig wat, dat ik echt denk van, je werkt keihard, maar er spat echt geen emotie van je gezicht af, niks. Ja. En als er iets goeds gaat, dan, dan, dan mompel je dat een beetje weg. En als er iets slechts gaat, dan mompel je dat ook een beetje weg. Maar ik zie gewoon een, een vlakke, neutrale man, zeg maar. Dat is wat, wat ik zie. Maar ik vind het, ja, dus, 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 dus enerzijds is het inderdaad iemand die keihard werkt... en wegloopt van, van, van zijn gevoel of haar gevoel. Ja. En anderzijds is het, is, het, is het eigenlijk ook gewoon een depressie die zich anders uit, een beetje. Ja, dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van atypische depressie. Ah, ja. En wat dus in die, in die zin dus wel heel lastig is, kijk, normaal... En, en dat maakt het ook lastig om te identificeren... is van, kijk, normaliter, op het moment dat je hard werkt... en je bent gewoon een beetje moe of je doet een beetje de dingen... Dan, um, ja, dan heb je misschien ook periodes dat je wat minder vreugde haalt uit de dingen. Dus misschien is je denkt van, hé, hey, maar als je gewoon van buiten goed functioneert, wat is dan het probleem? Hè? Want eigenlijk gaat alles goed. Ja. Um, maar dus bij die hoogfunctionerende depressie, dat kan zo lang aanhouden. En dat uh, gevoel van binnen, die is gewoon heel erg intens. Ja, ja want, want als je dit zo zegt, inderdaad, hoogfunctionerende depressie. Ik kan me ook voorstellen dat het een link heeft met burn-out. Wat is eigenlijk, hoe herken je? Wat is het verschil tussen die twee? Ja, dat is wel heel uh, interessant dat je dat zegt, want dat heeft inderdaad veel over... Het heeft wat overlap, maar ook weer niet heel veel overlap. Um, dus wat je eigenlijk ziet, kijk uh, bij een hoogfunctionerende depressie nog meer dan bij een normale depressie, heb je vaak wel dat vermoeidheid en uitputting een onderdeel is, want je haalt nergens plezier uit, maar je doet nog superveel. Ja. Dus dat staat nog wel wat meer op de voorgrond dan bij een traditionele depressie. Um, maar het hele verschil tussen een hoog functionerende depressie en burn-out of overspanning is dat bij een burn-out of bij een overspanning, dat is eigenlijk een tijdelijke situatie. In theorie. Hè? Dus eigenlijk is een tijdelijke situatie wat iets meer, um, ja, wat, wat eigenlijk een mismatch is tussen wat jij zelf aan kan en wat er van jou gevraagd wordt. Dus als er aan jou meer gevraagd wordt dan dat je aan kan en dat, dat stapelt zich zo op. Dan merk je dus dat je stresssysteem daarop aangaat en dat je het gevoel hebt van hey, het wordt me allemaal te veel, een stukje controleverlies. En dat je daarop gaat reageren met prikkelbaarheid of veel huilen of heel erg verdrietig, of dat je het allemaal niet meer overziet. Dat is dus eigenlijk wat je bij een burn-out verwacht. Hè? Dus het is wat meer extern, dat je niet kan voldoen aan de verwachtingen. Het zit ook een st uh, duidelijke stresscomponent in, wat ook deels van buitenaf op jou gelegd wordt. He, bijvoorbeeld door een drukke afdeling of omdat er reorganisatie is. Um, en, ja, en het is in theorie gewoon tijdelijk. Hè? Want het is, je, je functioneert lang goed totdat er opeens die trigger is, waardoor het net niet meer gaat. Ja, het is eigenlijk een mismatch tussen draaglast en draagkracht. Precies. Dat je er onderuit bezwijkt, eigenlijk. Hè? Ja. Terwijl een hoog functionerende depressie, ondanks dat dat overlap heeft hè, met die vermoeidheid en dergelijke, bij een hoogfunctionerende depressie, zij kunnen gewoon in theorie gewoon voldoen aan de eis die de afdeling of de mensen op je leggen. Dus extern is er niet per se een probleem, want extern loopt alles zoals dat het loopt. Je bent gewoon een, uh, een goed functionerende robot, om het zomaar even te zeggen. Ja. Maar intern is er een soort van intern conflict. Hè? Dus intern heb je die somberte, heb je die gevoelens van leegheid en geen voldoening... en is er onderliggend ook verdriet. Dus eigenlijk intern speelt er van alles, maar dat zegt niks over hoe jij afgestemd bent op de omgeving. Terwijl bij een burn-out ben je gewoon niet goed afgestemd op de omgeving, want het matcht niet, want er is te veel druk, te veel stress. En dat hoeft niet alleen werk te zijn, het kan ook omdat je thuis bijvoorbeeld stress of druk of wat dan ook hebt. Yeah. Maar dus, dus als je dan, dus ondanks dat de klachten en de symptomen wel op elkaar kunnen lijken, is het gewoon altijd goed om af te vragen van hé, hey, je voelt iets, hè? je hebt bepaalde klachten, je hebt ergens last van, maar begrijpen wij waarom jij daar last van hebt? Ja, daar begint het eigenlijk altijd bij. Hè? Je kan nooit iets eigenlijk oplossen als je het niet begrijpt. Nee, zeker. En daarom en ik denk ook voor de luisteraar, kijk, zeker bij deze podcast, omdat, uh, omdat het hier gaat over hoogfunctionerende depressie, daar is niet heel veel aandacht voor, het is een beetje atypisch. Zou ik eigenlijk denken van hé, hey, luister je nu naar dit verhaal? en Denk je eens van, hé, hey, ik herken me wel een bepaalde dingen. Zou dit bij mij kunnen spelen? Dan zou ik vooral zeggen van ga naar onze website www.christinage.nl en vul daar de depressiecheck in. Want op de depressiecheck, dan zie je eigenlijk alle criteria die er ook zijn voor een depressie. Met dan ook nog een score die je kan geven. Hè, van variërend van 0 tot uh, 4 uit mijn hoofd. En dan heb je dus eigenlijk ook veel meer beeld. Dat je denkt zo van hé, hey, oh ja, ik ben inderdaad wel somber. Of oh, inderdaad, ik heb wel last van concentratieproblemen. Of van uh, vermoeidheid. Of um, dat ik eigenlijk heel erg kritisch ben op mezelf. En, en dan kan je er dan middels zo'n check, daar komt dan een bepaalde score uit en je kan zelfs nog aanvinken van hé, hey, ik wil met jullie in contact hierover. Heel, dan gaan we proberen tijd te maken om je bijvoorbeeld te bellen of in ieder geval met je in contact te komen. En dan, dan, dan kan je eigenlijk veel verder vooruitkomen. Zo van hé, hey, wat ik heb, wat ik ervaar, begrijpen we dat? Ja. En dan kunnen we samen gewoon sparren van hé, hey, begrijpen we dat? En zo ja, wil je er iets mee? En zo ja, kunnen wij jou daarmee helpen? Ja, precies. En uh, uh, wat ook heel interessant is met dit depressie-check: um, dat heel veel mensen ook een beetje schrikken: van, oh, ik voelde me gek, maar het is dus blijkbaar een depressie. En dat ze een soort van paradigma-switch nodig hebben in hun hoofd: dat ze dan toch denken: van, ik accepteer nog niet dat ik die titel heb, want ik ben dat niet. Maar de score ja. zegt van wel. Dus het is vaak een proces dat mensen over een soort van. Ja, een drempel heen moeten en dan inzien van hé, hey, er is toch iets aan de hand. En dat, is vaak, dat duurt vaak eventjes. Dus dat merken we dan ook vaak, dat bijvoorbeeld als we dan iemand aan de lijn hebben die dan aangeeft van hé, hey, ik wil overleggen, dat zo'n iemand dan ook zoiets heeft van: maar ik ben toch niet depressief? Ik herken ja. dat niet. Dus dat is toch zo heel bijzonder. En dat komt denk ik ook omdat we eh, bij depressie. Ondertussen wordt het de hele stad afgevuurd hier met vuurwerk, dat hoort erbij. Maar je merkt toch wel bij depressie dat je, dat, dat zoveel lading heeft gekregen, ook vanuit de maatschappij. Mensen die depressief zijn, dat, dat je dan een beeld krijgt, oh, dat zijn allemaal echte patiënten en die zitten thuis, die doen niks. Maar het kan heel subtiel en zelden met hoogfunctionerende depressie. Dat kan ja. heel subtiel zijn, het zijn gewoon keiharde werkers die altijd knallen, maar eigenlijk aan het rennen zijn voor diepe pijn. Ja. En. En daarop terugkomend, wat is eigenlijk de oorzaak van een hoogfunctionerende depressie? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, dus wat je vaak ziet bij een hoog functionerende depressie is dat er eigenlijk meerdere oorzaken kunnen zijn. En die kunnen allemaal met elkaar interacteren. Dus je kan zowel eh, wat je vooral ziet op um, ja, eigenlijk op biologisch gebied. En dat is dat zeker als je dan naar het brein kijkt, dat, um, ja, dat eigenlijk het brein eigenlijk een heel ja, um, minder goed. dat de hersengebieden net iets anders met elkaar communiceren. Dan op het moment dat je niet depressief bent. Dus ja, we hebben het angstcentrum in ons brein, hè, de amygdala, daar hebben we het uh, met enige regelmaat over. Ja, op het moment dat dat uh, afvuurt, dan kan dat, dat op het moment dat er emotionele triggers zijn. En dat kan bij een hoog functionerende depressie, kan er zelfs al een gedachte zijn van hé, hey, ik doe het nooit goed. Of um, ja, dat het eigenlijk afgaat op het moment dat het niet af hoort te gaan. Ja. En dat communiceert dan dus eigenlijk met je prefrontale cortex. Nou. Wat je vaak ziet bij een hoogfunctionerende depressie of depressie algemeen... is dat die amygdala sneller afvuurt. Hè? Dus die geeft het het aanslag van, hé, hey, er is een probleem. Die amygdala die is heel erg sterk verbonden met de hippocampus. En de hippocampus, daarin zitten eigenlijk je herinneringen opgeslagen. Dus wat er eigenlijk gebeurt is van, hé, hey, die amygdala denkt van, hé, hey, er is een probleem. En dan komt je hippocampus aan van, hé, hey, weet je nog? Dit heb je allemaal in je leven meegemaakt. Weet je nog hoe zwaar en naar en rot dat was? Dat dat elkaar eigenlijk helemaal versterkt. Dus dat... Limbische systeem, dat wordt eigenlijk een beetje overactief. Mm -hmm. Waarbij je alleen maar denkt van hey, voel me vreselijk. En dit is niet de eerste keer, want dit zijn alle keren dat ik me vreselijk heb gevoeld. En dan krijg je eigenlijk alleen maar daar toegang toe hè, vanuit die emotie. En tegelijkertijd wat je dan ziet, is dat de prefrontale cortex, dus het gebied van je brein, dat helpt bij plannen en organiseren en ook emotionele controle, dat die hypoactief is. Dus die is minder, of, uh, die is minder actief. Dus dat zie je vaak, uh, kijk als je op biologisch gebied zeg maar, kijkt, je hebt ook heel veel uh, ja, psychologische factoren. Dus je kan bijvoorbeeld denken bij een hoogfunctionerende depressie, dat zie je vaak dat dat samengaat met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Dus dat, er, dat je heel erg kritisch op jezelf bent, dat je het nooit goed genoeg doet. Um, ja, perfectionisme komt heel veel voor. En ook uh, ja, eigenlijk een stukje negativiteit. En ja, neuroticisme is ook nog eentje die vaker voorkomt. Dus dat ze wat meer in je persoonlijkheid zit om dingen half vol, te half vol te zien in plaats van half leeg. <laughs> um, ja, en natuurlijk je omgeving. Yeah. Ja, want dit is toch heel interessant, hè? Want eigenlijk speelt er, speelt er, sp spelen er verschillende dingen. Het is eigenlijk een depressie, maar het is gewoon veel meer gemaskeerd. En ik zit ook even te denken van. Wat, wat helpt eigenlijk bij een, uh, een hoogfunctionerende depressie? Ja, dat is... Um, kijk, bij een hoogfunctionerende depressie... Kijk, eh, ik herken ook wel heel erg wat je zegt. Eh, van, hey, je identificeert je niet met het woord depressie. Dus ja, moet je er dan wel iets mee? Maar wat je dus vaak wel ziet... dat Op het moment dat die somberte... En dat die, um, die, ja, dat die somberte en die neerslachtigheid... En weinig zin in dingen do doen... Um, dat dat wel vaak het eerste probleem is wat je op moet lossen voordat je verder kan gaan. Want, um, ja, want als je puur naar de... Ik ga even gewoon hardop denken, want um, vaak als er mensen spreken... met een hoogfunctionerende depressie, dan is het iets van... ja, ik identificeer me niet echt helemaal met een depressie. En ik hoor jullie vaak over een kerngerichte benadering. Zou dat niet voor mij kunnen werken? En er is zeker een groep mensen waarbij dat goed werkt... Um, maar wat je ook ziet, is dat er ook een groep mensen is die daar, waarbij het minder goed werkt. En dan vraag je je af van, hé, hey, wat maakt dat het minder goed werkt? Want eigenlijk die persoonseigenschappen die verklarend zijn voor de hoogfunctionerende depressie. Dus dan moet je denken, dus inderdaad aan perfectionisme, overtuigingen en opvattingen die je vroeger vanuit je jeugd, vanuit je verleden hebt meegekregen. Um, kan, je daar niet iets mee, kan je daar niet mee aan de slag op een kerngerichte manier? En wat je daarin dus vaak ziet, is dat. Um, Theoretisch gezien kan dat, maar op het moment dat die motivatieverlies zo groot is of de vreugde zo, zo weggenomen is, dat het gewoon heel moeilijk kan zijn om naar die kern toe te gaan. Het kan heel moeilijk zijn om eigenlijk die stappen te zetten om te denken van hé, hey, ik kies er nu voor om de komende drie of de komende zes maanden elke dag dit te gaan doen. Want op het moment dat je die motivatie had en die somberte niet had, dan was eigenlijk alles wel gelukt. Ja. He, dan had je misschien niet somber of depressief gevoeld. Ja. Dus, wat je, dus dat is wat je vaak ziet en dan heb je daarin wel natuurlijk weer een verschil tussen een traditionele depressie en een hoogfunctionerende depressie want bij een hoogfunctionerende depressie dan zie je eigenlijk wel weer vaak dat die mensen dus wel uh, zich ertoe kunnen zetten om wel eigenlijk te gaan graven en het werk te doen ja precies dus wat jij ook zegt en dat is ook wat we doen in de kerntherapie dus we, met kerntherapie gaan we dus eigenlijk graven in je verleden naar je kern en vanuit daar gaan we kijken van waarom jij vandaag de dag de klachten en patronen hebt die jij vandaag de dag hebt. Want dat komt altijd ergens vandaan, vanuit je zenuwstelsel, die heeft dat gevormd, je brein heeft dat gevormd. En daar speelt eigenlijk alles mee. Je omgeving, je trauma's, et cetera. Maar om bij die kern te komen, je moet het een beetje zo zien, jouw zenuwstelsel en brein is zo ingericht dat het eigenlijk alles probeert om niet bij die pijn te komen. Het probeert ja. een beetje de, hoe ik het een beetje zie, het is een beetje, je hebt skelet in de kast en je houdt die kast gewoon altijd lekker dicht. Je wil hem niet openen, want als je hem opent dan komt alles over je woonkamer heen. En het is gewoon één grote bende en dan zie je en voel je dingen die je niet wil voelen. Maar dat doen wij dus jarenlang. Maar goed, die, die, die kast is wel aan het bulken. Je, die, en, en dat bulken uitzicht dan in alle klachten die je hebt, alle patronen die, die je krijgt, eigenschappen. Dus wil jij die kast openen, moet je daar ook energie voor hebben. Ja. En dat, dat vind ik dan ook heel bijzonder. Bijvoorbeeld. Uh, Mensen zien deze dagen ook een beetje, um, ja, hoe heet dat? Een beetje de, de, de paddo-tripjes en ecstasy-tripjes, ayahuasca en dat soort zaken. Wat je dan doet, is je trekt gewoon die deur open van die kast en dat vliegt allemaal over de woonkamer heen, over de grond. En je wordt overweldigd door allerlei oude pijn en emoties en trauma's. En dat is een soort van quick fix. Maar op dat moment, er zijn mensen die daar heel tevreden mee zijn, maar er zijn ook mensen die helemaal van slag raken. Want ja. je hebt nooit geleerd om al die oude pijn op een goede manier te verwerken. Dus ik kan me ook terugkomen op je verhaal. Als je naar de kern toe gaat, heb je ook energie nodig. En heb je ook motivatie nodig. En laat dat nou net twee dingen zijn die bij somberheid heel laag zijn. Ja. Dus inderdaad, stel dat je thuis zit met dit soort klachten. En denk van: hé, hey, wat past nou het beste bij mij? Een kerngerichte aanpak. Of toch inderdaad een aanpak waarmee ik uit die negatieve spiraal kom. Overleg dat dan onder andere met ons. Je kan in die check, de depressiecheck. Dus christenijs.nl/slash depressiecheck. Kun je aangeven of je wilt dat we meedenken. En stel dat je wilt dat we meedenken, dan kunnen we ook meedenken wat voor jou het best passend is. Want er is zeker geen één behandeling voor alles mogelijk. Het is echt afhankelijk van waar je op dat moment staat. En je hebt gewoon de energie en motivatie nodig om kerngericht te behandelen. En als je dat niet hebt, dan kun je dat ook specifiek behandelen. Daar hebben we ons leef gelukkig traject voor. En ja, dat werkt ontzettend goed. Dus uh, zit je thuis en heb je motivatie, of genoeg motivatie, om de stap te zetten, dan uh, vind je de linkjes hieronder in de beschrijving. Nog even terugkomen voor de mensen die, denken, die misschien nog twijfelen of ze een hoogfunctionerende depressie hebben. Heb jij een stereotype persoon die bijvoorbeeld op LinkedIn zit, om even zo te noemen, die hoogfunctionerende depressie heeft? En, en hoe uit zo'n iemand zich? Hoe, hoe is zo'n iemand? Nou, die zit op LinkedIn. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ik denk vooral dat iemand met een hoogfunctionerende depressie, dat dat iemand is die eigenlijk zichzelf een beetje voorbij loopt. Dus dat is iemand die. Uh, misschien een beetje het gevoel heeft dat je zich misschien wel identificeert met, bijvoorbeeld, termen als um, een masker op hebben of je niet helemaal jezelf voelen of niet lekker in je vel zitten. Uh, misschien ook meer in de trant van toch wel een beetje overleefstand. En dat je daarin heel erg merkt dat je alles gewoon heel erg graag heel goed wil doen. Um, maar dat je, en, en dat je denkt van hé, hey, ik wil dingen heel goed doen. En dat je daarom al je tijd en energie steekt in dingen om het goed te doen. En die tijd en energie die je daarin steekt, dat maakt dus ook dat objectief gezien je leven er gewoon goed of prima uitziet. Dus denk aan je familie, je gezin, dat je dat gewoon relatief goed op orde hebt. Dat je je werk relatief goed op orde hebt. Dat je een aantal vrienden hebt wat relatief prima gaat. Um, dus dan eigenlijk denk je zoiets van, hé, hey, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen. Ik heb alles gedaan waarvan men mij had geleerd dat om een fijn en gelukkig leven te hebben, dat je dit moet doen. He, misschien ook wel ooit meegekregen. Maar dat je daarin merkt dat als je naar je leven kijkt, als je dan echt even stopt met rennen. Maar als je even stilstaat. Op hè, als... vakantie, ja, vakantie is afleiding ook weer, hè? Vakantie is afleiding, daar ja. doen we niet aan. Nee, nee, stel je voor dat je dus inderdaad, uh, laten we zeggen. Mm, Bij ontslag. Ontslag is volgens mij ook wel een moment dat mensen denken: en daar sta ik dan. Ja, daar kunnen nee. we het zo misschien nog uh, over uh, hebben. Maar inderdaad, dat op het moment dat je stilstaat. Dus stel je voor dat je een dagje helemaal niks ingepland hebt, of een afspraak gaat niet door, of wat dan ook. Op het moment dat je jezelf afremt en even niet in je gebruikelijke afleiding schiet, zoals televisie kijken, gamen uh, of jezelf met andere dingen afleiden, dat er dan eigenlijk een hele grote leegte en somberte is. En dat als je aangaat op het woord, ik voel me somber en neerslachtig en ik haal nergens echt plezier uit, dat dat slagmens, dat je daarin dus vaak die hoogfunctionerende depressie hebt. Dat je wel denkt ja. zo van hé, hey, op het moment dat je somberte. Of depressie, of gewoon op het moment dat je stilgezet wordt. Als je dat eens dus even op je laat binnenwerken. En als je dan merkt dat in je lichaam. dat daar een soort van een emotionele respons komt. Hè, vanuit je onderbewustzijn van hé, hè, dat probeer ik je al jaren yeah. <laughs> euh, uit te leggen. Dat je daar een soort van een emotionele reactie op krijgt. op die woorden. op het moment dat je stilstaat. Dat je dan dus wel een grote kans hebt van hé, hey, dan zou dat ook kunnen spelen. En dan zou ik aanraden van als jij nu tijdens deze podcast. Hè, Zet hem even op pauze. Ga even bij jezelf na. Hè? Even, even weg van de afleiding. Even, ook in dit geval weg van onze stem. Even voor een minuutje of zo. En ga eens bij jezelf na van... Hé, hey, herken ik dit? Is dit hoe ik me voel nu of ooit heb gevoeld? En als je dan denkt zo van... Hm, dat zou best wel goed kunnen of ik twijfel. Doe dan inderdaad zo'n depressiecheck. En als je denkt zo van... Nee, daar herken ik me echt totaal niet in... Dan is dat ook helemaal prima. Dan is het misschien gewoon puur interessante materie voor in de toekomst of mensen in je omgeving. Ja. En um, nu terugkomen tot wat jij zei: dit is dus ook iets wat je dus ook vaker ziet bij mensen die dus eigenlijk heel erg succesvol zijn. Mm. Dus um, ja, we hebben uh, regelmatig dan dat je mensen voorbij komen op onze feed tenminste, omdat wij natuurlijk over mentale gezondheid praten, dan krijg jij vaker ook uh, video's en filmpjes te zien over mentale gezondheid. Dat mensen zeggen zo ze van, hé, hey, echt op het hoogtepunt van mijn carrière. Ik heb me nog nooit zo slecht, zo kut gevoeld als op dat moment. Ja, of het moment dat inderdaad mensen hun bedrijf, zeg maar, opbouwen. Bloed, zweet en tranen in plaatsen en dan verkopen. Dan worden ze super depressief. Ja. En dan laat je eigenlijk zien van, hé, hey, ik heb continu gerend voor al mijn diepe emoties, diepe pijn voor mijn kern. En nu hoeft dat even niet. En dan kikt die in. Dan gaat die kast open. Ja, ja. En dat is best wel bijzonder inderdaad. Dus, dus, en ja, het ding is ook, je kan hier ook gewoon tachtig mee worden. Maar de vraag is een beetje van hoe, hoe ja, het, het ding is ook met werken. Heel veel mensen werken en dan zeggen ze van, ja, ik werk omdat ik werk, omdat dat, uh, omdat dat moet en omdat ik geld nodig heb, et cetera, et cetera. Maar ook heel veel mensen werken omdat ze gewoon anders denken van, ja, wat moet ik anders? En dan, dan ja, dat is meestal wel dat ik denk van, oeh, dat. Kijk dan uit dat je niet in deze groep valt. Dat je niet werk als afleiding ziet voor oude pijn. Die probeert te verbergen. Ja. Want er is zoveel meer in het leven. Uh, als je maar die kast durft open te trekken. Ja, toen je de kastmetafoor gebruikte. ik moest gelijk denken aan een voorjaarsschoonmaak. Je weet wel, dat als je dan één keer per jaar. je hele huis gaat schoonmaken. of in ieder geval wilt uh, schoonmaken. <laughs> en dat het dan echt één enorme bende is. maar dat het wel het enige moment is dat je alle. Nou, of de verwarming grondig gaat afnemen. En dat je dan helemaal door de verwarmingsbuizen heen gaat. Tot de plekjes waarbij je normaal denkt: zo van. Oh, dat laat ik wel zitten. Want het valt niet zo op. Mm -hmm. En dat het dan één grote bende is. Terwijl als je alles opgeruimd hebt. En dat kost even bij een schoonmaak Dan denk je wel eens van: hmm, ik heb alle hoekjes van de kamer gezien. Ik heb alles. Uh, Goed geïnspecteerd en opgeruimd. En wow, dit voelt zoveel beter. Ik heb nog uh, tien vuilniszakken verzameld met troep die ik niet meer nodig heb. Die, uh, die kan weg. Ja. En dan kom ik gewoon in een opgeruimd huis terug. Ja, nou ja, mooi metafoor. Het is uh, wel wat, uh, wat pijnlijker dan, uh, dan, dan schoonmaken, zeg maar. Zoiets openen, emotioneel gezien. Maar uh, ja, het is, het is heel vaak in het leven. Hè. Je moet, je moet, het is een soort van sinus wat je leert bij wiskunde. Je moet die dal in om die piek te kunnen creëren. En andersom is het vaak ook als je te veel piek hebt, dan schiet je daarna in een dal. Maar ja, sommige mensen zitten altijd in een, in een dal. Ja, dan moet je net iets dieper gaan door te gaven en dan kom je er weer uit. En dat is vaak hoe het wel werkt. Dus zit jij thuis en denk je van: hé, hey, ik twijfel, ik loop ergens tegenaan qua patronen, qua stemming of toch qua klachten? Uh, laat het dan even weten. Het kerntraject uh, staat in onze beschrijving hieronder, onder kisteneisje.nl/slash en als je twijfelt of je niet gewoon voor je stemming iets nodig hebt... dan kan je ook de depressiecheck invullen op kistenhuisje.nl slash depressiecheck. Even kijken, de vraag. Ik zag jullie reel over hoogfunctionerende depressie. Ik herken me erin. Kan je daar wat meer over vertellen? Volgens mij hebben we dat gedaan, toch? Ik, uh, ik keur hem goed. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, super, super. En heb je nog een tip van de week voor de hoogfunctionerenden onder ons? Die nog, uh, ja, ik wilde bijna zeggen die uit de skeletale kast willen komen... maar dat is wel heel gek, maar... Uh, ja, ik heb uh, altijd uh, tips uh, ergens in mijn beschikking, in mijn hersenband. Ik zou denk ik, um, ja, ik, ik, ik zou je vragen, pak een pen en papier en maak twee kolommen. Ja, twee kolommen die je dan uh, naast elkaar doet. En ga dan, uh, ik zou zeggen, kies vijf gebieden in je leven die belangrijk voor je zijn, hè? levensgebieden. En dan kan je daarin denken aan bijvoorbeeld intieme relatie, sociale relatie, werk, hobby. Uh, persoonlijke groei, familie, gezin, kinderen, uh, noem het maar op. Uh, dus pak daarin vijf voor jou relevante levensgebieden... waarin je je leven een beetje kan opdelen. En geef die levensgebieden vervolgens een cijfer. Dus hè, geef eerst een cijfer, bijvoorbeeld van... Hey, hoeveel um, aandacht besteed je eraan? En dat is dan de eerste kolom, hoeveel aandacht besteed je eraan? En ga daarna een kolom maken met zo van... hey hoeveel plezier of vreugde of hoe blij... Ben ik met dit levensgebied. Mm -hmm. Dan heb je dus een lijstje van nou, vijf levensgebieden en elk levensgebied krijgt dus twee cijfers. Dus eentje hoeveel aandacht er aan geeft en de andere is hoe blij ben je er eigenlijk mee of hoe goed gaat dat eigenlijk. En ga dan eens in je lijstje kijken van hé, hey, wat vind ik hiervan? Want wat je dus um, ja, dat, dat, dat geeft je dus eigenlijk veel meer gericht inzicht van hé, hey, uh, want ik verwacht dus eigenlijk bij een hoog functionerende depressie dat je misschien. Uh, aan je werk misschien een acht of een negen qua aandacht geeft, maar stel je voor dat jij qua voldoening wat je eruit haalt als dat een vijf of een zes is, ja er zit daar best wel groot verschil in zit een grote discrepantie in. En dan is het de vraag van maar waarom is dat? Waarom doe ik dat? Waarom besteed jij je aandacht aan de verkeerde dingen of wat mis jij op het werk? Terwijl als jij denkt zo van, hé, hey, ik besteed er een uh, negen qua aandacht aan en een negen qua voldoening, dan denk ik van nou top, dan is het in ieder geval synchroon en blijkbaar is dat voor jou belangrijk. Dat vind ik een hele mooie oefening. Nee. Ja, of wacht, ik, ik, ik zei het een beetje verkeerd. Ik denk iets logischer is um, hoe belangrijk is het voor je, dan misschien hoeveel aandacht en dan hoeveel voldoening je eruit krijgt. Dus uh, ah, ja. we, we promoveren naar drie kolommen bij deze. Ja, precies. Nee, ja, in ieder geval uh, mocht je zelf denken van oh, wat zat er weer op de tweede rij, spoelen we gewoon even terug en dan kan je hem altijd nog terug uh, luisteren Maar dat is wel inderdaad een heel mooi besef, want een hoog functionerend iemand die die besteedt heel veel aandacht aan iets, maar het geeft weinig eigenlijk echte diepe betekenis, ja, dan, dan heb je gewoon een mismatch. Dan ja. moet je toch echt gaan kijken van waarom besteed ik hier zoveel tijd aan? Ben ik op zoek naar die eeuw, eind, eindeloze validatie? Of uh, krijg ik door succes misschien de liefde of de aandacht of de kijks die ik altijd gemist heb? Kan heel diep zitten, maar probeer het in ieder geval thuis uit. Ik vind het een mooie, een mooie, mooie tip van de week. Nou, wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid weer, Aisha. Jij ja, ook bedankt. Ja, graag gedaan. En voor jou als luisteraar, vond je dit een interessante podcast? Vergeet dan niet te abonneren op deze, op deze podcast. We merken dat een heleboel mensen nog die regelmatig luisteren, nog niet geabonneerd zijn. Dus druk even op die knop. Dat helpt ons namelijk enorm. Vergeet ook niet om onze podcast te beoordelen, kan ook met sterretjes. Uh, vinden wij altijd al hartstikke interessant. En we merken dat steeds vaker mensen ook onze podcast delen op social media om ons te ondersteunen. Dat helpt ons enorm, maar dat helpt ook de mensen die. Eigenlijk een heleboel kunnen hebben aan deze podcast. Dus deel gerust op je social media op deze podcast. Deel het met je vrienden en familie. En dan maak je niet alleen ons blij mee, maar ook gewoon Nederland blij mee. Dus uh, laten we samen ervoor zorgen dat, je, dat we mentaal sterker en gezonder worden. Voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende week. Dan maar weer, volgende week.